Anton, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. In hoeverre was u sprake van een echte Groesbeekse derby? Ja, ik denk alles eromheen en de sentimenten eromheen en de, goed, hoe het ook beleefd werd. Denk ik wel dat het een echte Groesbeekse derby werd. Alleen, ja, goed, er zat wel een kwaliteitsverschil in. En dat wisten we eigenlijk vooraf ook wel. En dat wisten beide ploegen denk ik vooraf wel. Aan de andere kant, ja, Gilles had niks te verliezen. En ja, goed, wij moesten het wel laten zien. En dat is wel gelukt, denk ik. Je dacht, ik gooi nog even wat olie op het vuur. Ik zet drie jongens van Achilles in de basis vandaag. Ja, maar goed, die zijn ook niet voor niks gehaald. En dat is niet om olie op het vuur te gooien, maar dat is omdat we de overtuiging hebben dat we het zo moeten doen. Ja. Ze helpen je wel door deze wedstrijd heen? Absoluut, absoluut. Ze hebben het hartstikke goed gedaan, maar zoals het hele team eigenlijk. Ja. Jullie kennen sportief een heel erg moeilijk seizoen. Voor jullie komt het eigenlijk niet slecht uit wat hier gebeurt? Nee, nou sterker nog, het komt heel goed uit. En ja, wij hopen, we hebben natuurlijk een zeer wisselvallig seizoen. En we hopen met de versterking die we hebben en de kwaliteiten die we hebben, die we al in huis hadden, om daar een heel mooi seizoenslot van te maken. En nou ja, laat dit een eerste opstap zijn. Voelt het een beetje als broedermoord het? Nee hoor, nee. Ja goed, het is een derby en ja, die wil je winnen. En dat is voor de club, voor de supporters, maar ook voor de stand op de ranglijst. Reuze belangrijk. Dus ja, we wilden graag winnen, dat hebben we gelukkig gedaan. Ja, we hadden eigenlijk voor het seizoen best veel verwacht van de treffers. Vorig jaar natuurlijk sterk en dit jaar wilde het maar niet lukken. Dus je bent aan het kijken naar volgend seizoen. Wat kunnen we dan van jullie verwachten? Nou ja, dat is nog heel ver weg. We hebben, goed dat het dit jaar niet lukt, dat heeft al zijn oorzaken. En dat hebben we ja, in de winterstop proberen te repareren. En uiteindelijk, ja, de laatste versterking is afgelopen week gekomen. Dus ja, dat is, het voelt eigenlijk of we in de voorbereiding zitten. Maar ja, we hebben nu nog 13 wedstrijden, voor deze wedstrijd van nog 14. En nou, daar willen we wel een heel mooi einde van maken. Maar goed, de doelstelling is handhaven. En alles wat verder nog in dit seizoen gebeurt is meegenomen. Succes. Dankjewel.